Week van de Dialoog. Minder parkeerplaatsen. Het is vandaag 7 november. Dit is het Pela Maasjournaal. Voor de 7e keer organiseert Nederland in Dialoog samen met zo'n 2150 vrijwilligers, gesteund door honderden bedrijven, scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties en fondsen, de Nationale Week van de Dialoog. Met meer dan 100 deelnemende steden en dorpen en ruim 30.000 mensen aan tafel is deze Week van de Dialoog groter dan ooit. Wonen Limburg is dit jaar ambassadeur van de Venrijse Week van de Dialoog. Het initiatief is al enige jaren eerder ontstaan. De Week van de Dialoog in Nederland is ontstaan in 2001. Toen is Rotterdam het initiatief genomen om een dialoog te starten. Omdat na de inslagen in het World Trade Center in New York ook in Nederland een angstcultuur was ontstaan. En ook met name in Rotterdam. Iedereen met een baard was bijna verdacht. En de gemeente Rotterdam wilde daar wat aan doen. Die wilde dat die angstcultuur minder werd. En zijn toen in dialoog gegaan met burgers. En vanuit daar is eigenlijk Nederland een dialoog ontstaan en is het uitgegroeid tot nu in Nederland, ik geloof 95 steden. De werkgroep heeft dit jaar een duidelijke visie. Nou, het doel van Venray in dialoog is om kriskras door de samenleving verbindingen te leggen en bruggen te slaan tussen mensen en organisaties. Dialoog maakt mensen verdraagzamer, verkleint de afstand tussen mensen en geeft energie, aldus de werkgroep. De Week van het Dialoog houdt in dat we dus met verschillende soorten mensen om de tafel gaan zitten. Onbekenden uit de woon- en werkomgeving. En daar we rond een bepaald thema in dialoog gaan met elkaar. En wat is het thema van deze week? Het thema van deze week hier in Venray is Vitaal Venray. Na een openingswoord van de voorzitter Gerard van den Buis kon vandaag de eerste speeddialoog van start gaan. Vragen als is Venray vitaal en hoe blijft Venray vitaal zullen deze week centraal staan. De dialoog is niet alleen tegen elkaar praten en je eigen gelijk proberen te gaan. Het is juist niet. De dialoog is ook eens rekening houden met de mogelijkheid dat je zelf misschien wel eens ongelijk zou kunnen hebben. Dat is moeilijk voor sommige mensen. Zet de televisie maar aan, je ziet politieke debatten. Daar wordt helemaal geen rekening meer mee gehouden dat de tegenstander wel eens gelijk zou kunnen hebben. Want ik vind het een geweldig gezichtsverlies. Wat is nou mooier en tegelijkertijd, wat is nou makkelijker om een keer te zeggen van ik heb gelijk, ik heb het verkeerd gezien. Door de veelzijdigheid is er gekozen voor diverse subthema's die delen, dromen en doen mogelijk maken. Daarbij hebben we voor dit thema gekozen omdat wij denken dat dat een heel actueel thema is. Dat dat veel mensen raakt, op wat voor manier dan ook. Of het gaat om jong vitaal zijn of vitaal oud worden, vitaal leven in de wijk of geestelijke vitaliteit. Het is een heel breed thema, vitale bedrijvigheid. En daarmee hoopten wij veel mensen te bereiken. Omdat het belangrijkste is, vinden wij dat mensen met elkaar in dialoog gaan. Dat mensen ervaren hoe het is als je 2 uur naar elkaar luistert eens een keer en echt de verhalen van anderen aanhoort en kijkt wat je bindt en niet wat de verschillen tussen mensen zijn. Vanaf vandaag tot en met 14 november worden op verschillende momenten en plaatsen dialoogtafels georganiseerd. Waar zijn deze tafels allemaal in Venray te vinden? Onder andere hier bij het kantoor van Wonen Limburg, bij de Rabobank, het Oda-park hebben we een tafel. We zitten in de wijken, in wijkgebouwen. We zitten bij mensen thuis, dus bij Otto Workforce zitten we. Voor meer informatie of deelname kunt u kijken op www.venrayindialoog.nl. De beoogde uitbreiding met 400 parkeerplaatsen in 2020 is niet meer nodig. Door het dalende bezoek aan het winkelcentrum is de huidige capaciteit van 2720 parkeervakken ruim voldoende om de autostroom op te vangen. Zelfs op zaterdagmiddag het drukste moment van de week. Uit tellingen blijkt dat de daling het sterkst is tijdens de koopavond op vrijdag. In vergelijking met 2006 is het aantal geparkeerde auto's in het centrum op vrijdagavond zelfs bijna gehalveerd. Tot zover dit Pela Maasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer? Bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het vrij droog.
Het koelt af tot zo'n 7 graden. Morgen overdag is het overwegend droog. Er zijn opklaringen, maar ook stapel- en wolkenvelden te verwachten. In de middag kan het hier en daar zonnig weer zijn met een maximumtemperatuur van 13 graden. Door de droge lucht kan het iets kouder aanvoelen. De vooruitzichten voor zondag geven droog weer aan met minder wind en een middagtemperatuur van maximaal 13 graden. Later op de dag bestaat er de kans op een bui. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.